hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warker oftewel Wart. En vandaag zijn we terug in de map. In het kasteel. En hij is heel ver gevorderd. Ik heb hier een kat. Dit is Loes de Poes. Ik heb de hut even uitgezet om het heel echt te laten lijken. Dit is mijn huisje geworden. Ik vind het best wel mooi. Ik heb hier dus een kaart opgehangen van het hele ding. Ik ga nu eventjes naar Rune zijn huis lopen. Hier hebben we één grote kaart. Die ga ik zelfs nog helemaal aan jullie laten zien. Als we het helemaal laten zien. Maar ik ga eventjes... Hallo Rune, ben je thuis? Huh? Huh? Maar hey. Ik was zo lekker een boek aan het schrijven, hè? Hey. Dus we zijn hier bij Rune zijn huis. Dit is niet veel veranderd, denk ik. Ah ja, er is een ding veranderd. Er is een ding veranderd. Ja, kan ik dit lezen? Ja, kijk. Wartopia will never fall. Because we're drunk as fuck. Thanks to Dinosius and Lord Ward. Ik ben Lord Ward, natuurlijk. Ja, Ward is de interactie. Ik had dat ding nog niet gelezen. Het coolste huis dat er is. Maar hier in het begin is er niet heel veel veranderd. Maar dan gaan we verder. En zoals jullie zien, is het serieus wat volgebouwd. Hebben hier een nieuw huisje. Dit heb ik als eerste gebouwd na de video, denk ik. Zoals je ziet, leuk huisje van een pijlmaker. En we hebben ook een paar Iron Men erbij gekregen die vanzelf zijn gespand omdat er villagers zijn, want we hebben ook heel veel villagers erbij. Ik ga zelfs de hut weer aanzetten, zodat jullie de namen allemaal kunnen zien. Maar kijk, dit is de begraafplaats. We hebben gelukkig nog niet heel veel graven. Het zijn allemaal wel graafstenen. Maar we hebben nog maar één dode. Dat is Poldavits. Die is helaas gestorven. Dus hier hebben we de bibliotheek. Daar is niet heel veel aan veranderd. We hebben er wel een paar kleine dingen aan veranderd, omdat het echt rot lelijk was. Hier hebben we een huis gemaakt uit barrels. Het heeft ook geen interieur. Dit is gewoon... puur een voorraadkamer gemaakt uit opslag. Een opslagkamer gemaakt uit opslag. Why not? Dit huis stond er al. Dit huis stond er al. Hier hebben we nog een extra huisje erbij gezet. Met roze bedden! En roze bedden natuurlijk, altijd roze bedden. Ja, Rune blijft slaat mij niet op, hè. hier hebben we nog een mooi nieuw huisje. Dit is voor een leerbewerker met die dingen. Dit is dus nog een huisje. Dit is nog een opslagkamer. Je hebt hier dus heel veel chests. En hier heb je dan het hooi liggen. En hier kan je dan dat glas eruit halen of zo. Hooi. Ja. Haha. En dan moet je hier zo. Ja, dat is heel lastig zo, zonder zo. En hier hebben we het parkje, het middenpunt. Markt. Ja. En hier hebben we dus een mooie markt. Dan gaan we hier naartoe. En hier is mijn werkplaats. Dit is een soort van mijn bureau. Maar daar één grote kast. En hier zit ik dan. Met mijn hoofd, ja. Ja. Met je zwaard, godverdomme. Kijk, er was een boog. Ik kreeg een boog op mijn zwaard. Ja. Ja. Dus de boog van de priester. Dit hebben jullie allemaal gezien normaal. Er zijn een paar kleine veranderingen, maar tot nu toe niet heel veel. De farm nu komen we op een speciale plek. De farm misschien? Ah ja, de farm. Die was er nog niet. Ja, we hebben een dik farm. Yeah. Ja, ik ben vergeten wat er allemaal fucking is cool veranderd. Maar jij blijft weg, hè? Jij hoort hier niet. Jeffrey de markthouder. Maar die kan toch niet door die poortjes. Kat, van mij. Ja, oké, kom. Ik slaap wel. Deze guy, die... maar die wil waarschijnlijk gewoon een beetje pijltjes schieten en zo. Maar we hebben hier dus de drie kadetjes. Die zijn hier aan het samen praten of zo. En die zijn hier... die moeten hier vechten. Dit zijn hun... Man, is het kapot gemaakt? Niemand heeft dat gezien. Ik zal het stellen. En hier slapen die met hun... Ja... zij kunnen hier waarschijnlijk niet slapen, want ze zijn nogal breed. Ja, cool zo, vind je. Echt coole guys. Hier hebben we dus de archer, hier kunnen archers... Hé, maar die guy is hier... Ah nee, daar is die guy.
Oké, niks aan de hand. Komt u door, Rune? Ja, Lord Ward. Zo, dan gaan we hier verder. Hier hebben we een paar vissershutjes. Hier hebben we natuurlijk de rijkste. Gaat het zijn alweer papegaaien! Hier kan je dan zo helemaal zo vissen en zo. Ah ja, wacht dan. Ik ben in het water gegaan. Oké, dus hier hebben we mooie vissen. Ook in het water, helemaal visjes. Hier hebben we een kleine haven voor bootjes. Dan hebben we hier nog een gelijkaardig hoekje. Eigenlijk moeten daar nog wel deuren in. Maar hier hebben we een gelijkaardig hoekje. En deze hebben iets kleinere dingen. En dat is eigenlijk het meeste wat nieuw is. Nu ga ik jullie de kaart heel duidelijk uitleggen en laten zien. De hele grote kaart. We hebben dus een hele grote kaart. Eigenlijk een hele grote kaart, inderdaad, zoals Rune zegt. Hele grote kaart. En ik vind het echt heel leuk. Omdat er zo'n stadgevoel is. Zo. Je hebt zo... Ja, er lopen hier echt de hele tijd mannetjes rond. Een kot. Ik had gespannen, jongen. Maar wat doet jij hier nu weer? Jij zit hier letterlijk net gespannen, jij dik. Ja, waarom zit je hier? Jij bent een priester. Ja, maar toch. Oké, aan deze kant is er niet heel veel veranderd. Maar we hebben dus dit. Ik ga even binnen bij mij de kaart laten zien. Kom jij even mee? Ja, ik kom mee. Kijk, kom dus mee. Dit is de kaart. We hebben hier het Grote Meer, dat is natuurlijk het meer. De douanepost, dat is de douanepost. De markt, dat is het middenpunt van de belangstelling natuurlijk. De rijke buurt. Wij zitten natuurlijk in de rijke buurt. Wij zijn cool. Ja. Cool zijn. Ja, en dit is dus heel een ding. Zoals sommigen misschien al hebben gezien, daarboven zijn de letters geschreven. We hadden geen andere manier om die te schrijven, want als we die weghalen, we dachten die eerst zo heel dichtbij en dan weg te halen. Maar die kaart update blijkbaar elke seconde, dus dan gaat dat op de kaart ook gewoon echt weg. En hier hebben we dus de grote kaart. Hier kunnen we kijken van wat er van belangstelling is. Het Grote Meer, links. Ja, het Grote Meer is dus inderdaad niet heel groot, want hier is echt een enorm meer. Hier heb je bijvoorbeeld een pijltje, daar zijn we achtergekomen. Dat is uit lava, daar zijn we achtergekomen door de map. En hier een pistoolachtig iets. En ik vind het wel heel cool. Ik heb het nog eens van boven laten zien. Dus de komende tijd gaan we hier waarschijnlijk in survivalen. Gewoon lekker survival gaan, jongen. Ja, we kunnen misschien nog zo een strandje maken hier. Ik weet niet hoe dat we daar dan überhaupt ooit gaan komen. Maar dat we hier zo een parasol of zo zetten, dat soort coole dingen. We hebben dus ook in het meer hebben we van alles. We hebben schildpadden, we hebben allemaal soorten vissen. Ja, cool. We hebben papegaaien die heel raar zijn. En die staren gewoon de hele tijd aan die schildpadden. We hebben hier steel steelwoman. Of Steel Woman. Steel Woman, de Steel Woman, jij. Ja, en ik kan dat niet lezen. En hier gaat de hele muur. We moeten dit wel echt fixen, zodat je zeg maar niet ziet dat die muur daarop staat. Maar dit is dus de stad. Hopelijk vinden jullie het leuk. We gaan dan nog een paar dingen aan fixen. Ik kan nog even zonder hut. Met hut eigenlijk. Video. Hide hut. Weg. Zo. Oké, nu zien we dus de hut. Dan kunnen we kijken naar de naam van bijvoorbeeld deze, de Steel Woman. Voor de rest heeft deze hier een naam gekregen. Jeffrey de Markthouder, omdat hij is gespand op de markt. Dus dat vonden we wel grappig. Hier hebben we Cadet Clyde, Cadet Frank en Cadet Vigo. Cadet Vigo, leuk. Dat zijn allemaal cadetjes. En Maar hoe komen die hier zelfs binnen? Heb je hier een gat? Maar nee, dat is gewoon dezelfde. Die span, die verandert gewoon elke 5 seconden van beroep. Abdu Kraman. Ja, dat zijn zo allemaal namen. Bijvoorbeeld hier ABCDE, dat zijn namen die we op het internet hebben gevonden. Zo op sites zo, van babynamen kiezen zo. En daar stond dan zo dat soort namen.
Maar ja, hier er is ook een varken nog op de wijngaard, waarom niet? Julius de dodenwachter, omdat hij letterlijk hier is gespand op de begraafplaats. En hier hebben we alle mensen. Ik kan nog eventjes naar mijn huisje. In mijn huisje heb ik een chest, dat is deze chest. Hier zitten alle namen van alle villagers in. Deze lopen hier dus allemaal rond. Achilles, Hector, Aceton en Abraham, die zitten bij de douanepost. Dit zijn de namen van alle Iron Man. En dit zijn de dierennamen, die heb ik vorige keer al overlopen normaal. En dit is dus alle map. We hebben hier nog een stukje unknown map. En hier hebben we, dit is mijn outfit. En mijn kat, Loes de Poes. Oei, maar heb ik dat opgeslagen, die ding? Nee, ik heb die nametag niet opgeslagen. Oké, die moet ik dan zelfs even opslagen. Wow. Maar dit is dus onze dorpje. Als je Minecraft speelt, je mocht altijd vragen of dat je erin mocht. We gaan hier vanaf nu in survivalen. Er wordt zo weinig mogelijk creative nog gebruikt. We gaan wel nog overal lichtjes plaatsen in de grond of op de grond. Zodat er zo weinig mogelijk zombies spannen in het ding. En we gaan nog een paar veranderingen doen. Die ik jullie daarnaast al heb verteld. Dus hopelijk vinden jullie het leuk. Ik vind het echt kapot gaaf. We hebben dit in een hele korte tijd gebouwd. Ruinen heeft er ook... Ik vind... Ruinen heeft er toch best zijn best voor gedaan. Want die hele farm is helemaal gebouwd door Ruinen. Terwijl dat ik de map aan het doen was. Maar dat heeft echt een heel uur geduurd. En Ruinen is ook vooral met ideeën opgekomen. En Thank you. Het is een ding van ons samen. En, ik ben een denker, ik ben een denker, geen doener. Ja, maar als jullie eventueel willen joinen, vraag dat gerust op YouTube, op Instagram, op WhatsApp. Gewoon op PlayStation mag ook. Op PlayStation. Op iets. Messages. Je mag altijd hier komen, ons helpen. Mee survivalen, fun hebben. Gewoon komen kijken, dat mag ook. Hopelijk vonden jullie het leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Volgende keer zullen we waarschijnlijk survivalen. Yo. Bye bye.